We zijn bij het Oogheelkundig Medisch Centrum Noord in Groningen, waar de selectie van FC Groningen vandaag een uitgebreide oogtest ondergaat. Want het is belangrijk om als betaald voetballer te beschikken over goede ogen en dus een goed zicht. Dat wordt door verschillende professionals hier bij ons in huis gedaan. Door technisch oogheelkundige assistenten, optometristen. En het is een uitgebreid onderzoek wat we hier gaan doen. Meneer Bakuna. Hoi, goedemiddag. Fokker, kom verder. Ik zie jou vaak voetballen. Nou een keer in het echt. Zo, je mag daar plaatsnemen. Achterin. Wij gaan vandaag jullie ogen screenen. Ja. Eens kijken of er nog wat aan markeert. Ik ga een hele kleine anamnese doen, dus even wat vragen stellen. Dan ga ik kijken wat jij ziet zonder correctie. Ik kijk of je misschien wel wat correctie nodig hebt. Ik ga wat testjes met je doen. Ja. Ga je oogbewegingen controleren, je gezichtsveld. Het gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Als jij kijkt naar rood en groen, in welke kleur vind jij de 8 dan duidelijker? In de rode. Ja, perfect. Zo wordt groen nog slechter. Juist. Oké, perfect. Ik heb een algemeen onderzoek gedaan naar het voorste oogsegment van Bakuna. Dat houdt in dat wij de visus controleren. Dus we kijken wat iemand ziet zonder correctie. Hij had een hele goede visus. Dus perfect voor een topsporter. Daarna heb ik zijn gezichtsveld gecontroleerd. Dat noemen ze de confrontatiemethode. Ik laat iemand vooruit kijken en kijk of hij ziet wat er om hem heen gebeurt, zonder dat hij bewust daarnaar kijkt. Als je mijn vingers ziet bewegen, ja, dan roep je ja. 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 Nou goed. Kijk mij aan. Ook essentieel voor een topsporter natuurlijk. Ja, want als er een paas komt en jij rent, kan je niet helemaal je hoofd omdraaien om kijken waar die bal is. Maar je ziet hem wel in je gezichtsveld. Ja. Prima. Ja. Ja, ja, perfect. Nou, dat hebben we allemaal gecontroleerd. Maar ja, hij krijgt gewoon een dikke 10. Het is dik in orde. De ooglens is ook hartstikke helder. Nou, dan krijg je van mij druppeltjes in het oog. Die zorgen ervoor dat je pupil wat wijder wordt, zodat straks mijn collega met een camera ook je netvlies kan bekijken. Je mag je hoofd doe maar helemaal achterover. En goed, kijk maar naar boven. Dat is 1. En dat is 2. Tissue. Prikt, hè? Sterk spul, hè? Nou, dan zul je merken dat je over 10 minuutjes ga je een beetje wazig zien. Dus je raakt vanavond geen bal meer. je mag nu in de wachtkamer gaan zitten en dan word je straks door een collega opgeroepen. Bedankt. Ja? Ja. Jij ook bedankt? Ja. Oké. Okay. En succes. Ja. Zondag. Nee, zaterdag. Oké, dankjewel. Oké, hoi. Leandro Bakuna. Goeiedag, kom verder. Spring maar op mijn rug anders. Kom verder. Normaal heb je lens of niet? Ja. Neem plaats. Neem plaats. Oké. Okay. Zet de bril maar even af anders. Ja, dan gaat het vast even makkelijker. Jij mag met je kin op het steuntje en je voorhoofd boven tegen het steuntje. Kun je zo bij of moet die een beetje lager? Dan zie je achterin een groen lampje. Een beetje rechteroog, een beetje vaag. Een lampje zie je in ieder geval. Ja. De maan. Volmaan. Helemaal volmaan. Akkoord, klopt. Zover gaat het goed. Kijk maar naar dat lampje, dan ga ik zo een foto maken. En dan komt er straks een redelijk felle flits. Maar probeer zo meteen de dag open te halen. Nou, kijk maar naar die maan. Oké. Okay. Knippen nog maar even een paar keer. En we. Ja, perfect. En helemaal open. Blijf kijken zo. Blijf kijken. Blijf kijken. Blijf kijken. Perfect, dankjewel. Je mag achterover. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? De resultaten die gaan terug naar de club in een medisch dossier.
Ik weet niet hoe het precies bij de profclubs is geregeld, maar als de speler weer vertrekt, ik neem aan dat het medisch dossier dan met de speler meegaat. Zodat er in ieder geval voor de ogen ook een nulmeting beschikbaar is. Mochten later afwijkingen kunnen ontstaan, dan kan men altijd weer teruggaan naar de nulwaarde die wij hier hebben berekend. Dit is de binnenkant van je oog? Ja. Knap als je het ziet trouwens. Ik zie het. Okay. Deze bloedvaten, dat ziet er keurig uit. Het gedeelte waar je scherm mee ziet, zie ik geen afwijkende dingen. Nou, we kijken of alles normaal is. Nou, okay, dit is je rechteroog. Hier zijn de pupillen, zeg maar. Daar kijk ik mee. Dit is je macula, je gele vlek. Hoor, dat kan het wel hebben. En dit is waar je echt scherp mee kijkt. Als je nu naar een punt kijkt, waar je, hè, dan kijk je met dit gebied van je ogen. En dit is echt waar je details kan zien. Okay. Dus als jij op het veld staat, dan hou je hier de omgeving mee in de gaten. Yeah. En daar mik je mee. Hoe vaak gebeurt dit? Dit is de eerste keer dat we doen voor FC Groningen. Dat hangt ook even af van de medische staf van de clubleiding. Maar ik kan me voorstellen dat we dit elk jaar gaan herhalen. Ik zie aan je ogen gelukkig helemaal geen afwijkingen. Nou, dat is perfect, joh. Dus... Ik zeg weg met die bril. Ik zeg weg met de bril. Goed met de brilbak. Geen enkel probleem. Nee, ik laat hem hier staan. Oké. Okay. Hey, succes verder. Ja, en tot ziens, hè. En je mag weer gaan. Bedankt. Oké. Okay. Hoi.